Welkom opnieuw bij BUS, de podcast van DVO, de Vlaamse ondernemer in samenwerking met Infomat vandaag. We praten nog steeds met Mieke Noens van Infomat en Pascal Duquesne van VIP Tools. Daarnet op het einde van deel 1 van deze podcast hadden we het over het feit van ja, ERP's, CRM-systemen, DMS-oplossingen. Dat hoeft niet enkel voor grote bedrijven te zijn. Dat kan ook voor KMO's, voor kleinere bedrijven zijn, middelgrote bedrijven. Pascal, nu is het zo, jullie hebben het standaardpakket. Maar daar komen jullie al heel ver mee. Ja, klopt. Uiteindelijk, voor mij was het heel belangrijk, als KMO zijn van 14 mensen, dat we hebben een bepaald budget ter beschikking. Dus ik had op voorhand al de processen geanalyseerd en bij de demo's samen met Chris dan bekeken van wat sluit aan, wat sluit niet aan. En ik kon heel veel afvinken van die standaardprocessen. Heel veel zat er al in. Door mijn ervaring uit het verleden van de implementatie van andere pakketten wist ik ook al een stuk waar zijn de valkuilen. Hè. En de opdracht die ik voor mezelf had gegeven is van je hebt een budget. Blijf binnen dat budget. Ga geen maatwerk gaan stimuleren. Blijf binnen die standaard. En dus nooit passen wij ons processen aan. Dus 80% hebben wij kunnen coveren met de basis die we geïmplementeerd hebben. Die andere 20% heb ik ons proces omgedraaid. Heb ik gezegd van kijk, eigenlijk het is niet zo cruciaal dat ik het moet laten ontwikkelen. We gaan gewoon intern ons proces even gaan herbekijken. En het herschrijven aan wat het systeem ons te bieden heeft. Ja. En dat is Mieke, gelukt. De interne processen binnen een bedrijf worden aangepast aan Dimasys. Dat moet als graag. Muziek in de oren klinken, ja, toch? Dat, als consultant klinkt dat inderdaad als muziek in de oren. Omdat, zoals Pascal aangaf net, van ik kende de processen binnen mijn bedrijf. Hè. Hij had ze beschreven. Het aanvinken van de modules die Dimasys aanreikt is inderdaad, Dimasys is een pakket dat modulair is opgebouwd. Zodanig dat je ook naar je klant kan zeggen van kijk, dit zijn de basismodules, maar weet dat we nog vele andere basismodules hebben. Ik verklaar me even nader. We hebben inderdaad het offertebeheer, dat is een module. Maar wil je dat uitbreiden naar ik wil ook objectmanager, ik wil bezig zijn met een documentmanagement systeem, ik wil elke offerte eigenlijk digitaal gaan sturen. Ik wil volledig de offerte, vooraleer dat er een offerte is, een verkoopkans gaan aanbieden. Oké, dan gaan we naar de CRM-oplossing die volledig geïntegreerd is. Dus de puzzel is groot en kan alleen maar groter en groter worden. Inderdaad, en dat verwachten ook de klanten. Mm-hmm. En onze puzzel is ook een beetje veranderd. Omdat vroeger was het zo dat eigenlijk een softwarehuis alles zelf ontwikkelde. Wij ontwikkelen nog altijd Dimasys, rond Dimasys. Maar we hebben veel randsoftware waar we volledig met geïntegreerd zijn, volledig met gekoppeld zijn. Pascal sprak van, hij is begonnen met Dimasys. Op de tafel ligt nu de implementatie van e-business, hè, de Dimashop, het shopgebeuren, wat volledig gekoppeld is met de boter zijn de Dimasys. Ook het ERP-pakket is gekoppeld met een CRM-pakket, is een extern pakket, maar volledig geïnterfaced. Ja. Dus het is een blokkendoos en je bouwt en hoe meer blokjes, ja, hoe groter. Maar je hebt de opportuniteit om eerst, we zeggen altijd, hè, ga niet eerst lopen als je nog niet kan wandelen, bouw het gewoon systematisch op. Ja, want je zei tijdens de voorbereiding op deze podcast over Pascal, van ja, Pascal is echt wel iemand die eerst zelf de analyse gaat maken en dan naar ons gaat komen, eventueel zelf al mogelijkheden op tafel zal gooien. Inderdaad, Pascal was gedreven op ook het systeem volledig te kennen, omdat bij een implementatie van het systeem heb je de talrijke parameters. Hè. Dat klinkt misschien als muziek in uw oren of als een boost van het zijn er heel veel. Ja, elke parameter, als je de ene op ja zet, de ander op nee, wat is het verloop? Dus eigenlijk, er zijn standaarden, maar door de volledige parametrage kan het pakket helemaal anders lopen bij de ene klant dan bij de andere klant. Je geeft het zelf aan, hè, Mieke. De gevreesde implementatie, dat is de fase waar heel veel bedrijven tegenop zien. Inderdaad, als we de aftrap doen van het systeem, is dat eigenlijk de eerste meeting dat we hebben.
Dan breekt het zweet al uit. Ja, inderdaad. En ik vertel eigenlijk steeds hetzelfde, dat het een zure appel is waar je door moet. Ik lieg daar niet om. Het is een zure appel omdat de core business zijn toch KMO's binnen Infomat. En je moet het doen met mensen binnen die KMO's. Het is niet zo dat we heel veel klanten tegenkomen die zeggen, we hebben nu twee externe projectleiders die het project samen met Infomat gaan sturen. Het is meestal met de mensen intern die hun dagdagelijkse taak al hebben en eigenlijk tijd moeten vrijkrijgen, en belangrijke tijd, en tijd kost geld, om toch het nieuwe systeem te implementeren. Mijn klassieke zin is, als ik een dag per week langskom, hebt u nog een dag aan halve dag, anderhalve dag nodig om de info dat ik u geef, het nadenken over het proces, uw voorbereiding van uw data, dat is werk voor u. Dan zie je wel soms een paar mensen kijken van oei, maar de tijd dat je besteedt aan het implementeren is zo, zo kostbaar en zo belangrijk. Zeker bij het live gaan, dat iedereen de processen echt heel goed kent en dat iedereen in die kar zit. Hè? Ja. Want je moet iedereen meekrijgen. Zowel de mensen die al 30 jaar werken in uw bedrijf als mensen die daar 2 jaar zitten. Ja, jongere mensen zijn meer gebeten al met software. Maar de mensen die al jaar en dag in het bedrijf zitten met de gekende software, moeten evenzeer meegaan in het verhaal en moet je als consultant echt meenemen. Het is niet alleen de implementatie, maar ook mensgerichtheid dat ik heel belangrijk vind van iedereen moet achter het systeem staan zodanig dat het werkt. Ja, Pascal, mensen werken al 30 jaar op dezelfde manier. Begin er maar aan als zaakvoerder. Ja, dat is niet zo evident, inderdaad. Maar het is wel heel belangrijk. En uiteindelijk, als je staat voor de implementatie, ga je een aantal fases door. Dus je gaat eerst je bedrijfsanalyse gaan maken. Je hebt een aantal processen die moeten vertaald worden naar het systeem. Als je mensen daar al in betrekt, dan zijn ze al mee met de flow. Al is het maar een theorie. Na de parametrisatie hebben wij toch een aantal maanden de tijd genomen om de gewoontes te creëren in het systeem. Uiteindelijk een offerte maken, hebt de basis, een order maken, hebt een basis. Dat is allemaal geen probleem, dat kun je trainen. De grootste obstakels zijn eigenlijk bij de live gang. Daar krijg je een klant aan de lijn en je moet je weg gaan zoeken. Want tijdens de testfases, meestal loopt dat mooi naar elkaar. Ik heb altijd gezegd van, als je de tijd neemt, pikt een scenario en ga naar Dimas' test en ga gaan spelen en probeert daar een oplossing voor te zoeken. Mickey heeft het aangehaald, in de KMO hebben ze niet altijd een tijd. Ik heb implementaties in het verleden gedaan, waar ik de mensen gewoon van de werkvloer gehaald heb, omdat ze met 4 mensen zaten en je kunt gerust 1 missen. Als we bij ons kijken, ja, er zitten er 2 mensen op de commerciële binnendienst. Neem nu 1 weg en het is superdruk. Dat gaat niet altijd. Of er is vakantieplanning, of er is iemand afwezig. Dus je hebt als KMO zijnde een beperkte tijd om die live gang voor te bereiden. En daarom vind ik het ook heel belangrijk op het einde dat we daar staan. Bij de implementatie live gang hebben we onze consultant Geert uitgenodigd voor 2-3 dagen. Als er obstakels zijn, dat jij direct kan begeleiden, dat de mensen niet gefrustreerd geraken. En dat helpt ook wel bij de verwerking van het is echt change management. Het is echt change management. Zeker bij ons, want we hebben mensen die 10, 20, 30 jaar op dezelfde manier gewoon geweest zijn. Die krijgen een vraag, die gaan naar de map, die pakken de map, die weten dat blindlinks. Ja, bij de live gang kregen ze de vraag en dan was het van oké, waar moet ik starten? En zeker omdat dan het oude systeem, de logica was totaal anders dan die massies. Voor mij was thuiskomen. Ik had zoiets van, oké, we zijn er. Ik heb van in het begin gezegd tegen de mensen, de frustratie die ik had met het oude systeem, die gaan jullie krijgen met het nieuw systeem. Oei, dat is geen leuke boodschap. Want het is verandering. Ja. Het is gewoon verandering. En zij moeten gewoontes doorbreken. En als je naar je werk komt en je weet van dat ze aan mij te wachten, dan zijn ze gerust, je bent relaxed, je bent comfortabel in je positie. Als er verandering is, dan weet het niet. Ja.
Voorbereiding is alles. Niet alleen in het leven, maar ook bij de implementatie van een ERP-systeem. Er moeten data ingevoerd worden. En hoe belangrijk, Mieke, is het om juiste data in te voeren? Voor mij is dat van prio belang. Hè. Ik zeg steeds garbage in, garbage out. Hè. En snel is nooit echt goed. Ja. Wij doen overnames dus van klanten met hun huidig systeem naar het Dimasys-systeem. En dan begin je eigenlijk van, oké, wat gaan we allemaal overnemen? Hè. Klanten, klantenhistorieken, leveranciers, artikelen en zo verder. Bij sommigen gaat dat heel snel, ja, maar dan ga je wel eens kijken en dan zeg je ja, hè, uw klantenbestand, misschien is het altijd wel nodig het even nu te bekijken, er tijd aan te spenderen van, ga je alle klanten die nu in uw huidige software zitten, ga je die overnemen? Misschien moet je gaan kijken naar, hebben klanten de laatste 5 jaar niet meer gekocht, die gaan we niet meer overnemen. Misschien zijn er klanten failliet. Is uw klantendata goed? Hè? Je moet, als wij de analyse doen, een pre-analyse, en zij zeggen, ja, wij moeten een intrastataangifte maken, dan moet de data goed zitten. En dat is in het begin. Doe je dat niet, dan krijg je, ja, de intrastataangifte is bijvoorbeeld niet correct. Spendeer tijd aan data. Ja. Ja? Omdat eens... Ik vergelijk het wel eens met uw schuur dat vol staat met rommel. Het is handiger een nieuwe schuur te kopen dan uw bestaande schuur op te kuisen. Ja. Eens dat de data in uw systeem zit, heb jij geen tijd om het helemaal op te schonen. En aangezien dat je een verandering doet van software, neem de tijd. Pascal, ja. Jij bent begonnen met een maagdelijk wit blad, denk ik. Hè? Klopt, ja. Ik was eigenlijk begonnen met de extractie van het thuissysteem in een Excel, maar... 20 jaar historiek op het gebied van artikeldatabase of op het gebied van klanten. Opnieuw inlezen in een nieuw systeem, wat Mieke zegt, dat is eigenlijk, je moet opkuisen. En je moet dat blijven onderhouden ook, vind ik. Dus uiteindelijk na 2 weken heb ik gezegd van, ja, ik ga mijn gewone witte Excel nemen. Ik ga leverancier per leverancier mijn artikeldatabase opnieuw aanmaken. Het was ook een structuur die ik moest opbouwen naar categorieën, hoofdcategorie, subcategorie, die onbestaande was. Mijn kortingmodellen was onbestaande in het uitsysteem, dus moest ik ook terug van nul opstarten. En achteraf gezien hebben we een serieuze opkuis kunnen doen. En zowel op artikelniveau, klantniveau als leveranciersniveau vertrekken we eigenlijk van nul, hebben we het opgebouwd. Want wat er ingestoken wordt, gaat er ook uitkomen. Als dat verkeerd zit, dan draai je het volledig van in het begin in de soep. Maar ik heb wel een paar maanden tijd voor moeten uittrekken. Ik dacht heel snel live te gaan. Net iets te ambitieus. Net iets geweest. Ambitieus op dat moment, ja. Dus ik ben dan even van op mijn afstand terug gaan binnen zitten kijken en zeggen van, goed, wat hebben we nodig? We gaan opnieuw starten, van nul, alles opbouwen. En dat is uiteindelijk de beste oplossing geweest. En nu is de opdracht aan onze mensen ook en aan onszelf allemaal om die database up-to-date te houden. Ja. Want het heeft geen zin om opnieuw alles te gaan laten verwateren. Je moet eigenlijk continu met je data bezig zijn. Ja, mooi. Dat kan ik beamen, omdat er zijn databases met 1 miljoen, 1,5 miljoen, 2 miljoen artikelen. Dat is goed dat je dat de eerste keer erin stopt. Maar het belangrijkste is dat je die up-to-date houdt. Qua prijzen, zodanig alles wat erin zit, is ook accuraat en wordt eigenlijk behouden en wordt eigenlijk upgedate met nieuwe prijzen, aanpassingen en zo verder. Tot slot, Pascal, ERP, dat is één iets, maar er zit nog wel van alles aan te komen. Hè? Ook webshop, en daar gaan jullie klanten dan alleen maar profijt uit halen. Ja, dat klopt. Uiteindelijk, we willen blijven groeien en we hebben daardoor de nodige ondersteuning nodig van een systeem. En wat Mieke net ook zei, we kunnen blijven verder bouwen. Dus we hebben nu gekozen om een nieuwe website te bouwen, gekoppeld aan die Dimasys database en ook de webshop B2B-platform en de CRM-module ook van Dimasys te gaan koppelen. Super, veel succes daarmee. Pascal Duquesne van VipTools en Mieke Noens van Informatta. Hartelijk dank voor jullie komst naar de studio. Zo, dit was Bus, de podcast van DVO, de Vlaamse ondernemer, in samenwerking met Informatta, wat mij betreft. Heel graag tot de volgende.